Wereldwijd zien we een grote achteruitgang van amfibieën. Ook in Nederland zien we die achteruitgang. Een deel van die achteruitgang wordt veroorzaakt door infectieziekten. In Zuid-Limburg is de vuursalamander recentelijk vrijwel volledig uitgestorven. De oorzaak hiervan is een exotische schimmel die de huid van de salamander letterlijk opvreet. Naast deze ziekte zijn er nog diverse andere amfibieziektes die amfibiepopulaties in Nederland bedreigen. Zoals bijvoorbeeld het Rana-virus en Amphibiocystidium. De ziektes kunnen zich gemakkelijk verspreiden. Tijdens veldwerk liften de ziektes eenvoudig mee op ons veldmateriaal van het ene naar het andere gebied. Het is belangrijk om je bewust te zijn van dit onzichtbare risico. Tussen verschillende amfibiepopulaties is het belangrijk het hygiëneprotocol te volgen. Een geschikte plek om je materialen schoon te maken is bijvoorbeeld op een parkeerplaats. Borstel je veldmaterialen en schoeisel schoon. Desinfecteer je materialen en je schoeisel met Virkon S. Laat je materialen minimaal 5 minuten inweken. Bij het nieuwe gebied aangekomen, spoel je eerst je materialen af met schoon water of met water afkomstig uit de nieuwe pool. Ontsmet je handen met alcoholgel. Door zorgvuldig te werken kunnen we samen onze prachtige amfibieën beschermen.